Goeiedag. Tropische hitte heeft ons land bereikt. In het midden en zuiden van het land werd het vandaag al 30 graden of zelfs meer. In Zeeuws-Vlaanderen lokaal al 35 graden. En daar komt morgen nog een aantal graden bij. Het is heet dus en ja, wat kun je dan het beste doen om het binnen een beetje koel te houden, is de zonneschermen naar beneden doen en dat ook houden, in ieder geval tot en met morgenavond, want daarna neemt de hitte toch wel weer langzaam af. Het warme en zonnige weer hebben we te danken aan een heel groot hoge drukgebied. Dat heeft eigenlijk bijna heel Europa onder zijn invloed. Daarbij storingen rondom dat hoge drukgebied heen, voorlopig heel ver weg, maar vanaf woensdag komt dat langzaam wel dichterbij. En onder dat hoge drukgebied is het dus bijzonder warm. Komende nacht zien we temperaturen van zo'n 19 à 20 graden en morgen kleurt de kaart heel snel rood. En misschien dat we in het zuiden van het land wel heel lokaal de 40 graden even aantikken. Ook morgenavond is het vervolgens nog heel lang warm, zoals we op deze kaart zien, met temperaturen van ver boven de 30 graden. Nou, ook vanavond is het warm. Het is zonnig, temperaturen van 24, 25 graden in het noorden tot zo'n 31 graden in het zuiden. En dan spreken we over de tijdstip rond zonsondergang. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar 15 graden in het noorden en dik 20 graden in het zuiden en zuidwesten van het land. In stedelijke gebieden kan het nog een paar graden warmer blijven. Daarbij staat verder maar heel weinig wind. Morgen, zodra de zon opkomt, schiet de temperatuur weer omhoog. Rond het middaguur zal het in het zuiden van het land al zo'n 35 graden zijn. En daar wordt het over het algemeen 38 of zelfs 39 graden. Misschien dat er in delen van Brabant of Zeeland langs de grens met België op een enkele plaats wel 40 graden gehaald wordt. In het noorden is het iets draaglijker, maar nog steeds heel heet met 32 tot 36 graden. Daarbij schijnt de zon volop en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Daarna gaat er wel wat veranderen. In de nacht na woensdag zien we de bewolking al toenemen en woensdag overdag kan er in de ochtend al wat regen vallen, maar dat trekt snel naar het oosten weg. Vervolgens breekt de zon weer door en wordt het toch weer warm, broeierig warm. De luchtvochtigheid ligt namelijk een stuk hoger dan morgen. Het wordt uiteindelijk 25 tot lokaal nog 30 graden in het binnenland. En in de loop van de middag en woensdagavond, dan kunnen er van zuidwest naar noordoost een paar stevige regen- en onweersbuien over ons land trekken. Mogelijk ook met hagel of zware windstoten. De wind draait daarna naar een westelijke richting. En dat betekent dat we de dagen daarna veel lagere temperaturen krijgen. Maar het blijft nog steeds wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Met vaak 23 tot 25 graden. Misschien dat er op donderdag nog een enkele bui valt, maar verder is het overwegend droog en dat geldt ook voor de lange termijn. Mogelijk neemt rond zondag, maandag, en dan spreken we over een week vooruit, neemt wel weer de kans op zomerse, misschien zelfs wel tropische temperaturen weer toe. Maar ook de periode daarna blijft het over het algemeen warm met temperaturen om en nabij de 25 graden. Ik wens u nog een mooie dag.